lekker rekenen met sterke zuren en zwakke zuren. En die sterke en zwakke zuren, daar kunnen we de pH van berekenen. Dus we gaan van start. Je ziet hier tabel 49 van je BINAS. Je ziet dat boven, die bovenste 7, boven de H3O+, dat zijn sterke zuren. En de rest, al die twee rijen daarnaast, die zijn allemaal zwak. Dus sterke zuren komen niet zo vaak voor in de BINAS tabel, maar in de praktijk wel. Sterke zuren die ioniseren 100%. Ja, hoe ziet dat eruit? Nou, bijvoorbeeld waterstofchloride, dat los ik op. Ja, in water. Water staat hier niet bij, want water speelt geen rol bij deze reactie zelf. Het ioniseert, dat betekent dat de ionen worden gevormd. H+ ionen en chloride ionen. En hoe ziet dat eruit? Nou, voor de reactie heb ik HCl. Ja, na de reactie heb ik H+ en Cl- en heb ik geen HCl meer. Ja, je ziet hier de hoeveelheid aangegeven. Dus, wat geef ik aan? Zoutzuur is een oplossing van HCl. Ja, daar geef ik dus aan dat zoutzuur is H+ plus Cl-. Ja, zo geef ik dat aan. Als ik daar de pH van wil berekenen, van een sterk zuur, dan neem ik de min log van een H+ concentratie. Vierkante haken betekent concentratie. H+ is dus deze H+. Dus dit is heel fijn dat we deze reactie hebben. Ja, want we hebben een 1 staat tot 1 staat tot 1 verhouding. En dat werkt lekker makkelijk. Ja, dat helpt in de berekening. Dus wat doe ik? Hè? Bijvoorbeeld in dit voorbeeld. Mijn H+ concentratie is 1000ste mol per liter. Ja, dan klop ik dat gewoon in. pH is min log 1000ste. Ja, en dat blijkt een pH van 3 te zijn. Lekker zuur dus. Ja. Als ik een, want je denkt misschien 1000ste, dat is niet zo, dat is niet zo heel veel, maar heb ik toch al een pH van 3. Tweede voorbeeld, een H+, van een H+ concentratie van 1/100ste mol per liter, typ ik dus in min log 1/100ste en dit blijkt een pH van 2 te zijn. Je ziet dat een factor 10 in de concentratie is 1 pH punt. Daarom hebben we die pH gekozen. Dus van 2 naar 3 is 10 keer zo zwak of 10 keer zo sterk. Ja, 10 keer zo zwak van 2 naar 3 gezien. 10 keer zo zwakke zure oplossing en is maar 1 pH punt. Sterke zuren, hiermee moeten we kunnen rekenen. Ja, we moeten dus van een concentratie H+ ionen, dan moeten we een pH kunnen berekenen. En andersom. Zwakke zuren die ioniseren voor veel minder dan 100%. Die hele rij onder die H3O+ zijn zwakke zuren. Wat zien we hier? Waterstoffluoride los ik op in water. Ook wederom geen water in mijn reactieformule. H+ en F-. Maar wat zie ik in mijn grafiek? Dat voor het oplossen heb ik heel veel HF. Na heb ik nog steeds heel veel HF. En is maar een klein deel geïoniseerd. Ik noem dus dit mijn waterstoffluoride oplossing. Wat er nu voor de pijl staat. Dat is dus heel erg anders dan hier bij mijn sterkzuur. Hier benoemde ik het deel wat na de pijl staat. Hier het deel voor de pijl. Ik kijk dus puur naar welke deeltjes zie ik waar in de oplossing. Ja, dus ik zie de meeste deeltjes van HF. Dus noem ik mijn oplossing, mijn waterstoffluoride oplossing, noem ik HFAQ. Kunnen we ook een berekening mee doen. Die is iets gecompliceerder. Stel je voor, ik heb 0,10 molair azijnzuuroplossing. En daarvan is gegeven dat 1,3% is geïoniseerd. Dat moet ik wel weten. Ja? Anders kan ik niet verder werken. Ik moet eerst weten, wat is azijnzuur? Nou, dat is CH3COOH. Ja, ik doe hetzelfde wat ik hierboven heb gedaan. Ik gebruik evenwichtspijlen in plaats van een aflopende reactie. Ja, evenwichtspijlen. En dat wordt H+, AQ plus CH3COO-. Let goed op. Ja, ook hier weer is een 1:1:1 verhouding. Qua molverhouding, dat is natuurlijk heel fijn. Als dat het niet is, check even of dat goed is gegaan. Ja, is je pluslading gelijk aan je minlading totaal? Want hier heb ik geen lading. En rechts moet ik dan van de pijl moet ik ook geen lading hebben. Als ik die bij elkaar optel. Goed, ik maak een tabel. Een boe-tabel. Boe, ja. Begin omgezet en eindtabel. Dus ik maak een tabel. Ik zet de 3 concentraties. Die zet ik van de 3 stoffen. Zet ik hier in een rij boven. Begin omgezet en eind.
en ik begin die tabel in te vullen. Ik begin met die 0,10 molair en ik heb geen H+ en ik heb geen Ca3COO- aan het begin van mijn reactie of vlak voor mijn reactie. Dan weet ik dat 1,3% is geïoniseerd. Dus ik weet dat 1,3% van die 0,10 die gaat hier af van die CH3COOH. En die komt er hier natuurlijk bij. Ik heb het even uitgerekend. Dat is 1,3 maal 10 tot de macht min 3. 1,3 duizendste. Goed, die 1,3 maal 10 tot de macht min 3 gaat er hiervan af van die 0,10. Dan houden we afgerond 0,099 over. Ja, en hier was er al niks, daar komt er dit beetje bij. Dus ik heb hier twee dezelfde concentraties. Alleen deze is voor mij van belang. 1,3 maal 10 tot de macht min 3. Ja, die klop ik weer in mijn rekenmachine. De min log van 1,3 maal 10 tot de macht min 3. Mijn pH is 2,89. Dat is dus de pH van die 0,10 molair azijnzuuroplossing waarbij 1,3% geïoniseerd is. Goed, dit ging lekker snel, ja, maar probeer het nu zelf eens. Zet mijn filmpje even stil, ja, en probeer het nog eens. Ja, probeer het nu zelf met dit voorbeeld. 0,22 molair HF oplossing is voor 2,32% geïoniseerd. Wat is de pH? In de comments vind je de pH en hoe je dit uit moet rekenen. Met ook weer een boe-tabel erbij. Ja. Vind je dit leuk? Geef me een thumbs up of subscribe. Of misschien heb je een vraag. En in de comments stel je vraag en ik beantwoord hem altijd. Heel veel succes! Welkom! We gaan vandaag rekenen met sterke zuren en met zwakke zuren.